Als de hele wereld uit niet meer zou bestaan dan het Amsterdam van hier en nu, dan was er niet zoveel aan de hand geweest. Dan was het slechts een stuk stof dat door een stel maloten van een gevel was gerukt. Dan waren het slechts een paar mensen die in het water waren geduwd, een paar mensen die inderdaad niet goed voor hun bek waren geslagen, maar geen ambulance hoefde uit te rukken. De volgende dag was iedereen weer thuis. Maar zo is het niet gegaan. Zo werkt de wereld niet. De wereld houdt niet op bij de laatste straat van Amsterdam. De hoofdstad is ingebed in een wereldwijde context. En die context zorgde ervoor dat de gebeurtenissen van vorige week woensdag en donderdag. tot een gigantische luchtballon vol giftig gas werden opgeblazen. Totdat die luchtballon zo groot was dat er een schaduw viel over de hele stad, over het hele land. En in de context. Snap ik dat je doodsbang wordt van jongens die op de grond in elkaar getrapt worden terwijl ze 'Ik ben niet joods, ik ben niet joods' roepen? Als die context is dat je je leven lang verhalen hebt gehoord over familieleden die van straat werden gepikt, naar het oosten werden vervoerd om daar vermoord te worden. Maar in de context snap ik ook dat je pisneidig wordt wanneer hooligans fukte arabieren zingen en niemand ze daarbij een strobreed in de weg legt. Wanneer die context is dat je al jaren geen stageplek kan krijgen, je direct door de bank wordt nagetrokken als je iets overmaakt aan een familielid met éénzelfde naam als jij, jij de discotheek niet binnen mag en de witte jongens naast je wel. En ik zou nog veel pisnijdiger worden wanneer jouw nijd direct als terrorisme wordt gelabeld. Als een paar weken daarvoor nog een vrouw die sprekend op jouw oma leek in elkaar is getimmerd en het toen leek alsof geen politicus dat ook maar een jota schelen kon. De enige oplossing voor deze schijnbare tegenstelling. Ik herhaal schijnbare. Is wanneer die contexten, die leefwerelden, beginnen te overlappen. Als het niet een vreemde is die geen stageplek kan krijgen, maar je teamgenoot van voetbal. Als het niet jouw grootouders zijn die naar het oosten zijn gevoerd, maar wel de grootouders van je beste vriendin. Maar we zitten nu in een situatie waarin de contexten van verschillende bevolkingsgroepen mijlenver uit elkaar liggen. En als ze bij elkaar komen, alleen maar keihard botsen, niet in elkaar overvloeien. En de giftballon wordt steeds groter, de schaduw steeds donkerder, tot we elkaar niet meer kunnen zien. Dus zeg ik, een ieder. Die zijn best doet contexten in dit land gedeelder te maken, is mijn vriend. Iedereen die lange tafels dekt, iedereen die maatschappijleerdocent is voor een 4 klas, Iedereen die bagels of baklava naar de buren brengt met Sint Maarten. Iedereen die denkt dat theedrinken en buurthuizen de oplossingen zijn, want dat zijn ze. Echt waar. En iedereen die zijn best doet contexten uit elkaar te drijven, is mijn vijand. Iedereen die anderen aanmoedigt op Jodenjacht te gaan, maar ook iedereen die het geweld van woensdag en donderdag moedwillig in de schoenen van de hele bevolkingsgroepen schuift. Iedereen die zegt alle Joden zijn genocideplegers, maar juist ook iedereen die durft te stellen dat de integratie van 700.000 Nederlanders is mislukt. Iedere Nederlander die andere Nederlanders hun paspoort wil ontnemen, het land uit wil zetten. Want ze doen hetzelfde. Ze gooien olie op het vuur. Iedereen. Onze premier voorop die stelt... intolerantie kunnen we niet met tolerantie beantwoorden. Want het is geen kunnen. We moeten intolerantie met tolerantie beantwoorden. Heb uw vijand lief. Het is onze enige kans om ooit nog uit deze spiraal te ontsnappen.